Zodra ik het pak aan heb, gaat Thunder aan. Ik zelf ga uit. En dan kijk ik even als Thunder in de spiegel. En dan ben ik er klaar voor en dan gaat Thunder tegenaan. Ga ik naar voren toe en dan ga ik wat mensen high-fives geven. Ga ik een beetje gek doen. Beetje lekker mensen ophypen. Beetje aanwezig zijn. Wat het beste gewoon van mascotte zijn is al die mensen die van je houden. Als ik mijn hand omhoog steek voor een high-five, 99% van de mensen geeft een high-five terug. En de andere 1% heeft het niet gezien. Al die kinderen die met je op de foto willen. Echt, het is gewoon zo vet hoe erg je mensen enthousiast kan maken gewoon als zo'n personage. En dan 10 minuten voordat de wedstrijd echt begint, dan komen al die spelers komen daar onder de tribune te staan. En dan sta ik daar ook, het licht gaat uit, dan wordt het donker. Gaat die spotlight gaat aan. Het is niet zenuwachtig, het is gewoon tintelingen van we gaan weer. En dan hoor je, it's donor time! Je krijgt zoveel energie van het publiek dat zo opgehyped is. En die spelers die daar die wedstrijdvloer oprennen van oké, we gaan er weer tegenaan. En die, al die cheerleaders die naast je aan het dansen zijn. Nu begint de wedstrijd, echt. Een wedstrijdbeleving, het is heel veel adrenaline. Maar het is gewoon lekker gek doen. En ik zie ongeveer 40% van de wedstrijd. En de rest van de wedstrijd kijk ik naar het publiek en ben ik daarmee bezig. Die kick die je krijgt van al die mensen die zo in dat spel zitten, daar kan niks tegen op. Dat was echt gewoon wauw. Het is gewoon echt een gevoel van opluchting, van ja, we hebben het weer gedaan. En het is weer voorbij en ik kijk nu alweer uit naar de volgende wedstrijd waar we weer net zo hard of 2 keer zo hard gaan vlammen. Dat gevoel wat ik aan het einde van de wedstrijd heb is gewoon, ja. Ik kan niet wachten tot de volgende keer.